Carol, wauw. Het is echt zo'n film dat als je die ziet, dat je denkt, ik zou nu heel even tijdelijk willen lijden aan geheugenverlies, zodat ik hem nog een keer kan kijken om gewoon dat eerste filmmoment opnieuw te ervaren. How many times have you been in love? You're always the most beautiful woman in the room. Therese Bellevet. Carol. Tell me you know what you're doing. I never did. We ontmoeten Carol, een wat oudere, klassieke, rijke vrouw. Dat zie je aan alles. Ze heeft zo'n perfect klassiek kapsel. Kort bont haar, altijd een hoedje op haar hoofd, rode lippenstift. Echt een supermooie bontjas, helemaal in stijl. Gespeeld door Cate Blanchett. En Carol zit eigenlijk een beetje vast in haar huwelijk. Ze ligt eigenlijk midden in de scheiding. En dan gaat ze naar een warenhuis om kerstcadeaus te kopen. En daar ontmoet ze een meisje achter de toonbank die daar een beetje ongemakkelijk staat met een kerstmuts op haar hoofd. Therese Bellevet. En vanaf moment 1, de eerste blik, zie je, zij zijn verliefd op elkaar. Maar, klein detail, helaas zijn homoseksuele relaties in die tijd in New York hartstikke nat dan. Verboden zelfs. Wat ik zo sterk vond aan deze film is dat het op een hele subtiele manier de onschuldigheid en spanning van een opbloeiende liefde zo goed weergeeft. Ja, eigenlijk heel anders dan in de gewone hetero films waar het eigenlijk best wel in your face is. Mensen gaan snel met elkaar zoenen naar bed. Ja, je moet deze film zien omdat het een van de meest sferische, briljant gefilmde films is die ik eigenlijk ooit heb gezien. En last but not least, omdat je gewoon van deze film super veel zin krijgt in kerst en vet veel zin krijgt om te flirten in een warenhuis met een stranger en daarna verliefd te worden voor de rest van je leven.